Groet mensen, ik ben Sam. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Hardcore Survival. Jongens, het is natuurlijk Hardcore Week. Wij doen vandaag gewoon logisch weer een nieuwe Hardcore aflevering. Ik heb er weer super veel zin in. Ik heb super veel dirt en allemaal shizzerino in mijn inventory. En ik heb net ook super veel weer weggelegd. Want ik heb niks gesorteerd. Dat zou ik eigenlijk ook vandaag doen. Maar ik kwam een beetje tijd tekort, want ik heb dit allemaal weggehaald. Right, look at this. Get out of my way. Laat ik maar eerst gaan slapen. Jongens, zoals gezegd, klik allemaal op dat blauwe duimpje omhoog. Jullie vinden serieus hardcore super awesome. Ik begrijp... Wel, ik begrijp aan de ene kant ook wel weer. Maar dat zei ik me voor, waar blijf ik ook wel? Waarom heb ik hier een lonely stone brick? Laten we dat even gaan fixen met 61 lonely bricks. Alright. Dus wat ik vandaag wil gaan doen, jongens. Ik wil dus mijn farm afmaken. Het is best wel logisch, best wel duidelijk, right? Hoe wil ik dat gaan doen? Nou, zoals je al ziet, ik heb hier dus een mooi platformje. En we gaan hier gewoon een vierkantje omheen maken. Wow, zo'n een vierkantje in Minecraft. Wow! Ja, we gaan hier een vierkantje omheen maken. En dan gaan wij hier zometeen allemaal dirt in gooien. Zodat wij hier gras krijgen ook weer. En wacht. Voordat ik dat ga doen, moet ik eigenlijk eerst een soort van dirtpaadje hier naartoe maken. Oh my god. Get out of my way. There we go. Ik moet eerst een soort van dirtpaadje maken. Zodat, zodat er gras op komt natuurlijk. En hoe kan jij gras op een locatie fixen? Bijvoorbeeld onder water of helemaal boven juist. Of in ieder geval een plekje waar nog geen gras is, waar je heel graag gras wil hebben. Moet je gewoon dit doen. Heel makkelijk. Het is echt heel erg easy. Je moet gewoon dirt connecten aan gras. En als het goed is, gaat dat dan automatisch groeien. Het gaat een hele lange tijd duren. Ik weet niet precies hoe lang het duurt. Maar het duurt een tijdje. En dus dit blokje moet hier... Wel, niet dat blokje. Good job, Sam. Lekker dan. Dat blokje moet weg. En nu gaat hier gewoon... Kijk, zie je? Zie je? Oh, nu komt daar weer gras. En ja, jongens, ik ben weer mijn minimap vergeten. God damn it. Goed zo, Sam. Goed zo. Probleem is, als ik schuiblok doe, dan heb ik geen minimap nodig. Of dan heb ik geen minimap aan. Ik zie nu een probleem. Dit ziet er nu niet goed uit. En eigenlijk moet ik het dan zo doen. Maar dan komt het hier weer echt super weird uit. Ik kan het zo doen. Anders halen we deze wel weg, right? Anders halen we dit wel weg. Want dan kan je hier ook nog naar achter. En ik denk dat dat ook best wel heel nice is. Dan wordt het wel een drietrap. Een drietrap. Waarom is deze nog niet weg? Ik heb dit ook nog helemaal niet weggehaald. Het was wel een nachtmerrie om dit allemaal weg te halen. Het was echt... een pain in the yard. Gelukkig, jongen. Een breaking axe. En lekker muziekje aan. Dan werkt het allemaal. Dan gaat het super chill. Vooral Minecraft met een muziekje eraan. Verstand op nul zetten. En gewoon hakken. Dat is mijn... Wel, dat doe ik eigenlijk al jarenlang. Als ik iets off-cam moet doen. Muziekje aan. Verstand op nul. En let's go. Alright, dus nu gaan we hier allemaal... Wacht, ik moet eerst eigenlijk mijn koeien eten geven. Dat is misschien wel even handig. There we go. Want ze zijn nu al wel groot. En dan gaan ze... Ja, dan gaan ze dat weer doen. En... dan krijgen wij meer kous. En we willen natuurlijk uiteindelijk heel veel kous hebben. Jullie vonden het systeem met de hoppers ook super awesome. Mij werd er ook verteld. En ik weet niet waarom jullie dat... kwamen mensen op Twitter. Die zeiden echt allemaal... Sorry, je hebt super veel diamonds en iron. En weet ik veel wat voor blocks allemaal onder je beacon. Waarom gebruik je dat niet? Jongens, dat is voor mijn beacon, alright? Ik wil niks onder mijn beacon vandaan halen. Ik weet... Als het goed is, liggen er geen diamonds. Want als het goed is, heb ik dat allemaal weggehaald. Of misschien liggen er nog één of twee blocks of zo. Maar iron, ja, er ligt heel veel iron blocks. Maar dat is logisch, want ik wil ook gewoon mijn buffs krijgen. Dus ja, het is logisch dat die daar staan. Dit ziet er goed uit. Ik ben hier heel erg blij mee. En zometeen gaan we natuurlijk ook gewoon de fences neerleggen. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Nou denken jullie waarschijnlijk van... Sam, ga je dan de stone fences op de stone bricks neergooien? Nee, ik ga het eigenlijk op het dirt gooien. Want ik wil het precies hetzelfde als hier. En dit is allemaal op het dirt. Want zoals ik al zei, ik vind het heel erg fijn als je zo gewoon er langs kan lopen. Gewoon eromheen. Dat vind ik persoonlijk wat fijner. En... werd ook verteld, ga een skybox maken. Nou, vind ik dat eigenlijk ook een geweldig idee. Alleen, ik moet niet te veel ideetjes krijgen, jongens. Want jullie kennen mij. Als ik te veel ideetjes krijg, wil ik te veel dingen doen. En als ik te veel dingen ga doen, dan... ja, jullie kunnen het zelf wel invullen. Hoe gaat het gras? Wel, het gras is nog maar één blokje omhoog gegaan. En ik weet echt niet
hoe snel je het kan laten groeien. Of je het kan manipuleren om het sneller te laten groeien. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Het zal natuurlijk wel super fijn zijn als het kan. Maar ik speel al heel lang Minecraft. En ik weet nog steeds niet wat de snelste manier is. Ik kan nog wel herinneren dat ik helemaal vanaf Bedrock naar het normale niveau en één grote dirt toren had gemaakt. Wel een dirt trap had gemaakt. En gras daar naartoe ging laten groeien. Dat was een nachtmerrie. Dat was echt een nachtmerrie. Dus dit is nog trouwens helemaal niet klaar. Zoals jullie al zien. Het is, het is gewoon nog simpelweg niet klaar. Er moet nog echt heel veel aan gedaan worden. Maar dit is nu wel klaar. En ik vind het er persoonlijk hartstikke leuk uitzien. Het is misschien een beetje kaal. Ik moet het gewoon een beetje mooier maken. That's it. En hoe wil ik dat gaan doen? Ik wil het dus allemaal uiteindelijk van hout hebben. Ik wil de achterkant allemaal hetzelfde kleur hout. Dit moet ook weg. Ik weet als we dit weghakken dat we hier komen. Oké, dit is wel crap eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Ik wil dit allemaal hetzelfde kleur hout hebben. En dan daar ook. Of we kunnen het allemaal juist een andere kleur soort hout doen. Of een andere blok zelfs. Maar dat wil ik allemaal gaan doen. En ik denk dat het uiteindelijk best wel heel mooi eruit gaat zien. Tenminste, dat ga ik hopen. Want misschien ziet het er helemaal niet mooi uit. En dan baal ik enorm hard. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik mijn tweede stukje farm af heb. Dat is super chill. Dan maken we weer lekker veel progressie, jongens. En dat is het belangrijkste. Progressie maken. Hoppakee. There we go. En hier gaan we daar een gate in neerzetten. Dat gaan we zo meteen wel even doen. En ik hoop dat er een wooden gate gewoon ertussen kan. Als het goed is, kan het ertussen. En ik moet het andersom neerzetten. Zodat dan... Nu groeit er hier trouwens allemaal geen gras, maar dat maakt in principe niet uit. Ik moet op een goede manier doen, zodat ik er doorheen kan en de animals niet doorheen kunnen. Dat heb ik al geleerd van Enzo. Tenminste, in zijn survival had hij dat. En toen dacht ik eraan, dat ik van, hé, dat is ook zo. Ik wist het nou natuurlijk al. Maar, you know, het klikt ineens van, hé, dat is eigenlijk toch best wel heel slim om te doen. Alright, dus dat is ook wat we nu gaan doen. Leggen deze hier neer. En, voila. Voila. En we maken er gewoon nog eentje, want we hebben er twee natuurlijk nodig. There we go. Bam. Dat is super chill. We hebben nu twee oak fence guides. En die gaan we dus daar neerleggen. En dan gaan we zo meteen de piggies? Zullen we de piggies doen of de chickens? I mean, wat komt er dicht bij cow? En dat is een big, right? Dus ik denk dat we een big gaan doen. Ik weet het niet. Misschien. I don't know. We will see. We will see. Bam. Kijk, en dat we hem zo neerleggen. Dus nu kan ik er gewoon doorheen lopen, right? Als ik zo doe, kan ik er gewoon doorheen lopen. Maar de animals kunnen dat weer niet of zo, had ik gehoord. En anders moeten we het gewoon zo neerleggen. Hierdoor, dit ziet er wel mooier uit. Laat ik het gewoon zo doen. Dit ziet er gewoon... Come on, guys. Dit ziet er gewoon mooier uit. Dus laat ik het maar gewoon zo doen. Woep. Bam. Bam. I like this. Ik vind het persoonlijk echt chill eruit zien. Het ziet er weer even nieuw uit. Ziet er weer even fresh uit. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En dan laat ik gewoon de piggies gaan doen. Ja, ik ga de piggies doen. En als het goed is, zijn die ook hier. Hello piggies, how you doing guys? How you doing? Dit moeten we natuurlijk wel even ietsje groter maken. Want let's be real. Die biggen kunnen er niet doorheen. En het zou fijn zijn als ze er wel doorheen kunnen. Zo, dan gaan wij even een paar carrots fixen. En dan gaan we ze naar... boven. Ik wil zeggen teleporten. Kon ik ze maar teleporten? Dat zou fijn zijn als ik kan teleporten. Maar nee, hoppakee. Even wat carrots fixen. Want daar hebben we natuurlijk ook genoeg van. En dan gaan we die... Kijk, dat ziet er toch vet uit? Of ben ik gewoon gek die het vet vindt? Waarschijnlijk is dat het zo. Waarschijnlijk ben ik gewoon gek. Maar ik vind het... Kijk, dit gaat natuurlijk weg. En dan gaan we hier uiteindelijk zo'n paadje. Ik denk dat het er best wel heel vet uit gaat zien. Get out of my way. Als ik dat ga doen, dan zijn uiteindelijk allemaal mijn animals weer weg. Dus misschien kon ik ze beter niet doodslaan. But hey, what up piggies? Yo, jullie willen op een adventure? Let's go boys. Let's go on an adventure. Weet je wat eigenlijk Minecraft echt moet hebben? Vrouwelijke en mannelijke dieren. Dat zal leuk zijn. Als jij een vrouwelijke dier kon fixen of een mannelijke dier. En dan moest je die juist vinden om weer te laten paren. Dat lijkt mij awesome. Waarom hebben ze dat nog niet? En waarom zit hier een cave? Oh nee. Oh nee. Ja, dit werkt niet. Dit moet allemaal weg. God damn. Ik wil, moet alles weg dan? Ja, alles moet weg, right? Oh my god. Volgen ze me nu weer? Nee, ze volgen me niet. Oh my god. Jongens, de pig is on the loose. Pig is on the loose. Yeah, there we go. Bam. Dus die kunnen we nu uiteindelijk nabo. Oh, kijk, nu gaan ze wel gewoon allemaal rechtdoor. Oké, nu niet meer. Ja, there we go. Ik weet niet waar ik XP... Oh ja, ik krijg natuurlijk XP omdat ik die ene kou had vermoord. Dat is zo.
Yes, 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 get up. 360 deed hij. What the hell? Oh ja, dan kunnen ze hier natuurlijk ook niet doorheen. Oh, there we are. Dus 1, dus 2. Come on. Come on, pigge. Come on. You can do it. Als we er gewoon eentje wegslaan zo. There we go. Kijk, eentje houdt dan niet meer van ons. Maar toch wel, want die wil uiteindelijk toch wel gewoon... Of niet. Hij houdt niet van ons, jongens. Het is een... Kijk hoe sad deze piggy is. Kijk hoe sad. Yo, ik ga je vermoorden, man. Ik ben super erg, jongens. Ik ben super erg. We gaan het gewoon doen. Here we go. Alright, hij is dood. Dat was weird. Dat was weird. Maar hij is dood. Alright. Dus we hebben hier piggies. Mr. Piggy Pants. Pen. Het is een pen, right? Een pen is dus als het goed is gewoon een... Een pen. Hoe kan ik een pen eigenlijk verwoorden? Een pen is een soort van... A pen is een enclosure for holding livestock. Dus het is eigenlijk gewoon een... Wel, een area... waar je animals neergooit. En waar je bijvoorbeeld je livestock, zoals cows en zoals biggen. Dat is een pen. En nu heb ik een pen gemaakt. Hoi, je bent een pen. Je bent een balpen. Oké, dat was vreselijk. Maar het is in ieder geval super chill. Oh, wacht, ze kunnen eruit natuurlijk. Oh, shit. We willen niet dat ze eruit gaan. Oh my god, gelukkig heb ik dat eind van de episode. Gelukkig heb ik dat nu gefixt in plaats van eind van de episode. Want anders weten we allemaal hoe het ging. Alright, dus dit is klaar. Dit is nice. En dan moeten we natuurlijk area number 2 maken. En dat gaat net even wat anders worden. Want dan moeten we eerst dit nog allemaal weghalen. En ik zat te denken van misschien kan ik het ook in de muur doen. Of niet in de muur. Ik wil het sowieso hiernaast hebben, right? Ik wil het sowieso gewoon... Zo hebben. Dat staat gewoon het mooist. Dat staat het vetst. En dan ook gewoon die area erboven. Dat zal super awesome zijn. En er werd mij ook verteld van Sam, je moet ook squids gaan maken. En snowmans gaan maken. En een wither pet kan je blijkbaar ook hebben. Een wither pet. Het is mogelijk. Jullie zeiden van, ja Sam, je moet ook een wither pet. Eén iemand zei dat, zo'n wither pet. Gewoon een wither opsluiten. En zorg ervoor dat hij er niet uit kan. Zo, oh my god. Hoe kom jij nou weer hier? Misschien moet ik hier wat meer toortjes neerleggen. Get out of my... Oh, nee. Oh, nee. Oh, ik ben echt super slecht. Ik ben echt vreselijk, jongens. Ik ben echt vreselijk. Ik sla al mijn dieren gewoon dood. God damn it, Sam. Waarom ben je zo vreselijk? I don't know, guys. I don't know, man. Alright. Dus ik ben best wel heel erg blij. We hebben hier natuurlijk nog ook een paar animals die we al moeten killen. Oké, daar hebben we dus ook helemaal niks aan. En dan hebben we hier beneden dus de chickens. En dit zijn er twee. Dat is, oh, dit zijn er drie zelfs. Dat is ook gewoon genoeg. Drie is meer dan genoeg. Mijn hele inventory is vol. Denk ik. Ha, dat is mijn inventory vol zit. Oh, wacht. Deze kon ik beter juist boven doen. Oh my god. Wel, laten we daar maar gewoon weer op gaan hopen dat ze eieren gaan neerleggen. En dat we die kunnen gebruiken. Dus, right. Wat ik nu wil gaan doen, jongens. Ik wil... uiteindelijk die tweede area nog gaan maken. Nou, gaan we daar nog even mee wachten. Want ik heb geen zin om drie episodes aan een flipping farm te zitten. Want we gaan nu aan een andere farm gaan we werken. Dus wat ik zei tegen jullie... mijn huisje, mijn eerste huisje draait eigenlijk om farm, right? Dat is eigenlijk gewoon, je eerste huisje draait meestal om een farm. Je moet een farm maken, dus je hebt 9 van 10 keer heb je een farm. En mij lijkt het dus heel vet... om een farm te gaan maken. Nou, hoe willen we dat gaan doen? En waar willen we dat gaan doen? Dus we kunnen twee keuzes gaan doen, joh. Oh, we hebben twee keuzes, bedoel ik. Get out of my way. Get out of my way. We kunnen daar verder in gaan maken. Dus dan, wel, heel erg makkelijk. Dan maken we het hier gewoon in verder. Dan gaan we dit iets groter maken. Dan gaan we hier een pad maken in het midden. Dan gaan we daar naar links en rechts. En dan is daar een andere farm. Maar dan gaat dit iets dieper en iets breder wordt dit. En dan gaan we hier uiteindelijk alle soorten vegetables. Dus alle soorten groenten gaan we hier verbouwen. Wat super awesome wordt. Of we kunnen het juist buiten gaan doen. En nu wou ik echt dat ik mijn minimap had. Of we kunnen het hier beneden gaan doen. Dat is het eigenlijk. Niet zo. Dat liet ik net al zien. Dus gaat dit allemaal weg. Dit wordt allemaal één niveau. Betekent dat ik mijn muur weer moet gaan uitbreiden. Zo. Like that. Bam. Tot daar. En dan gaan we hier ook een muur. En dan wordt dit mijn farm. Kunnen we dat meteen zo allemaal gaan indelen. En dan wordt het uiteindelijk wel mooi. Maar dan wordt het wel een super lang project. Een super groot project. Zal het waarschijnlijk tijdens de livestream worden.
Alleen dan moeten we... Like, dan heb ik wel weer te veel projecten lopen. Dit is wel op zich vet. Het heeft sowieso prioriteit. Mijn netherkasteel kan nog wel even wachten. Dat wil ik natuurlijk ook af hebben. Maar dat heeft eigenlijk mijn eerste prioriteit. Laat het weten in de reacties beneden. Dan moet ik het buiten doen tijdens de livestream. Of moet ik het binnen doen tijdens een video. Laat het weten, jongens. Ik ga gewoon aanstaande zaterdag om 12 uur ben ik live. Dus als jij heel graag, echt heel graag, het buiten wilt zien tijdens de livestream, laat het dan weten. Bedankt voor het kijken. Ik check jullie gewoon de volgende keer weer. En ik zeg peace!